Meer bewustzijn onder kinderen over de Tweede Wereldoorlog op Schiermonnikoog. Dat is wat Hanze Hogeschoolstudenten Maartje Boers en Tanja Bomert willen bereiken. Er staat weinig in de geschiedenisboeken over de verschrikkingen op het eiland, maar ook over de unieke manier waarop Duitsers en Nederlanders rustig samenleefden. Door middel van een documentaire hopen ze kinderen wat bij te leren over de situatie op het Waddeneiland tijdens de oorlog. We hebben hiervoor gekozen, zeg maar voor jongeren, omdat de mensen die oorlog hebben meegemaakt, op een gegeven moment zullen die er niet meer zijn. Wij vinden het heel belangrijk dat die verhalen wel worden overgebracht en dat de generatie die er nu aankomt, dat die daar ook wat over te weten komt. Want over de oorlog in Nederland is heel veel bekend. Dat staat ook in de geschiedenisboeken. Maar over de Waddeneilanden is het toch minder. En op Schiermonnikoog is toch wel ook een bijzondere situatie tijdens de oorlog. Dus daarom vinden wij het ook wel belangrijk om dat over te brengen. Voor deze doelgroep was er natuurlijk een andere aanpak nodig dan bij een gewone documentaire. Je kan wel een verhaal vertellen over de geschiedenis. Maar voor kinderen is dat heel moeilijk om te begrijpen. En als je daar dan heen gaat, echt daadwerkelijk dat laat zien hoe dat was. En samen met dat verhaal is dat voor een kind gewoon makkelijker om te behapstukken. De studenten hopen eind september hun documentaire van 20 minuten beschikbaar te stellen. En natuurlijk een voldoende te halen. Ja, we hopen het natuurlijk wel. Je bent dan zo lang mee bezig. Het wordt echt je eigen baby. Dus dat is wel echt iets wat we... Ja, we hopen het wel. Dus je kan er moeilijk van uitgaan natuurlijk. Als de kinderen het maar leuk vinden. Precies, ja, daar gaat het ook om.